De brandweer werd vandaag rond 3:45 gealarmeerd voor een brand in een dakuitbouw achter een pand aan de Hooghuisstraat in Os. Gezien de heftigheid van de brand en het gevaar voor uitbreiding rukte de brandweer uit met 2 blusvoertuigen en een hoogwerker. Zowel de brandweer als de politie waren snel ter plekke en na een verkenning kon worden uitgesloten dat er nog mensen in de appartementen en bedrijfspanden aanwezig waren. Ondanks de snelle inzet van groot materieel door de brandweer kon niet worden voorkomen dat de brand op het dak doorsloeg naar 2 appartementen die door het vuur zwaar beschadigd raakten. Ook de andere appartementen en een restaurant hebben rook- en waterschade opgelopen. Van een bedrijf waar geen sleutelhouder gevonden kon worden, heeft de brandweer een ruit ingeslagen om te controleren of de brand zich ook tot dat pand had uitgebreid. Naar de oorzaak van de brand wordt nog nader onderzoek gedaan.